Het ministerie van Openbare Werken, OW, heeft onlangs besloten dat verlaten percelen en gebouwen aangepakt zullen worden. In dit kader zijn de verlaten en bouwvallige kraampjes langs de Martin Luther Kingweg gisteren verwijderd. Deze kraampjes zorgden voor een afschuwelijke aanblik en vormden een stagnatie voor het ministerie om maaiwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Voordat OW overging tot verwijdering is vooraf een melding gedaan via de media. Eigenaren van de kraampjes hadden toen de gelegenheid zich aan te melden. Maar niemand gaf daar gehoor aan. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft dinsdag haar landelijke computertraining voor vroege schoolverlaters en scholierenmoeders voortgezet in het district Para. Dit project begon in 2021 met computertrainingen in Paramaribo en Wanica. Ook in de overige districten krijgen de gelegenheid deze training te volgen. De groep die deelneemt aan de eerste sessie bestaat uit 32 enthousiaste jongeren. De regering heeft een principeakkoord bereikt met het Eurobond Crediteurcomité over de herstructurering van de Oppenheimer schulden. Deze schulden drukken zwaar op de begroting en beperken de financiële ruimte om het beleid uit te voeren. De herstructurering van de Oppenheimer schulden zorgt voor een aanzienlijke schuldverlichting, doordat de lening over een langere tijd wordt terugbetaald bij lagere aflossingen en rente. Volgens de oorspronkelijke leningsovereenkomst zou dit jaar direct ruim $200 miljoen betaald moeten worden en in 2026 $600 miljoen. Dit was niet haalbaar. De nieuwe overeenkomst kent twee instrumenten. Een nieuwe obligatie en een value recovery instrument.